Ik ga je de Magic 16 laten zien. De Magic 16 is een soort 3D-puzzel. En waarmee kinderen heel goed moeten nadenken, heel goed een strategie moeten zien te bedenken. En om de puzzel in elkaar te zetten. Dit is de Magic 16. Magic 16, hè? Het is een bal, een puzzelbal. In de beschrijving staat dat kinderen vanaf 3 jaar er al mee kunnen spelen. Nou, toen ik de bal voor het eerst had uitgepakt, liet ik mijn zoontje van 5 ermee spelen. Hij kon er heel erg leuk mee spelen en proberen te puzzelen, maar ja, hij kan de bal gewoon echt helemaal niet oplossen. Mijn zoontje van 7 mocht er lekker mee spelen en ook hij kwam lekker ver, maar ook lang niet richting een oplossing. Toen mocht mijn man even en in mijn mans verdediging na een kwartiertje zei ik dat het mijn beurt was. En nou, ik denk dat ik er zelf ruim een uur en 3 kwartier, bijna 2 uur gepuzzeld heb om eindelijk de bal in elkaar te krijgen. In de beschrijving staat dat er voor 1 bal heb je 4 mogelijke manieren om de puzzel op te lossen. Nou, ik heb er dus 1 van de 4 heb ik ontdekt. Na dus heel erg lang puzzelen. En als je 2 ballen hebt, dan kun je dus 1 bal in elkaar zetten en ook de extra puzzelstukken van de andere bal gebruiken. En dan zijn er 10 manieren om het op te lossen. Dus het zou iets makkelijker zijn voor je en vooral voor een kind als je dus 2 ballen hebt en je kan dus de extra puzzelstukken gebruiken. Ik vind deze bal vooral handig om goed strategisch na te denken. Hoe ga je strategisch te werk om een probleem op te lossen? Want het is echt een probleem om de bal op te lossen. En eigenlijk volhouden, vasthoudendheid. Ik ga je gewoon nu even laten zien hoe het oplossen van de bal in zijn werk gaat. Oké, nou, dit is dan dus de puzzel. Je begint dus met de 2 paarse, 1 aan de ene kant en 1 aan de andere kant. De bal is magnetisch, dus dat betekent dat de puzzelstukjes er makkelijk aan blijven kleven. Ik ga je laten zien hoe het oplossen van zo'n bal in zijn werk gaat. En nu hoop ik dat ik de oplossing nog een beetje goed onthouden heb. Want als ik het helemaal opnieuw moet gaan puzzelen, dan gaat dit filmpje heel lang duren en het schiet niet echt op. Wat ik in elk geval voor mezelf heb gedaan tijdens het puzzelen, heb ik voor mezelf een strategie ontwikkeld waarbij ik gewoon prettiger kon kijken en prettiger kon puzzelen. Dit zijn dus de stukken waar de puzzelstukjes tegenaan moeten. Dus zo heb ik ze ook neergelegd. Hier zie je dus de ronding van de onderkanten. Dus ik heb hier alle rondingen waar die dan tegen de paarse stukken aan moet, heb ik allemaal naar beneden laten wijzen. Hier moet die dus ook zo er tegenaan. Of zo er tegenaan. Dus ik heb alle rondingen dus naar beneden laten wijzen. En iedere keer als ik een stuk wil oplossen, dan draai ik hem ook naar beneden, zodat ik makkelijker kan kijken. Dan heb ik het ook nog zo neergelegd dat hier, alle stukken die naar links wijzen, hier deze onderkanten die naar links wijzen, heb ik aan deze kant gelegd. Waar je dus 2 kanten hebt, die heb ik in het midden gelegd. En welke onderkanten naar rechts wijzen, heb ik hier neergelegd. En dan heb ik hier alle stukjes neergelegd die uit een heel smal onderdeel bestaan. Dat maakt het makkelijker voor mij om te kijken. Zal ik je straks laten zien. En dit is een puzzelstukje die gewoon in geen enkele categorie past. Dus die heb ik even los apart gelegd. Nou, na ruim een uur of een uur en een kwartier te hebben gepuzzeld en maar weer opnieuw te hebben moeten beginnen, kwam ik tot de conclusie dat ik een smal stukje heb. De roze zijn wat kleiner. En dat ik hele lange stukken heb, zoals deze groene en die. Die drie zijn het langste van alle puzzelstukken. Dus toen dacht ik bij mezelf, bij een lang stuk moet dus ook een klein stukje komen. Nou, dat was dus waarop ik eindelijk kwam tot het oplossen van de bal. Op het moment dat ik bedacht van bij zo'n lange groene moet dus een roze komen. En toen heb ik dat dus zo geplaatst. Nou, dan ga je gewoon kijken van nou, wat past daar dan dus in? Kijk, hier zie je dus, hij wijst naar rechts. Dus dan moet ik bij de onderdelen die naar rechts wijzen, moet ik dus een stukje pakken.
In dit geval hier. En hier zie je dus al, daar moet dan een smalle tussen. Dus ik moet dan een van de smalle kiezen. Nou, ik heb nu gewoon even onthouden waarmee ik moet beginnen. In het echt zou ik natuurlijk nu enorm gepuzzeld hebben en er dus nog lang niet uitkomen. Dus, en die. Nou, dat waren de onderdelen die ik nog had onthouden. Dus vanaf nu ga ik dus wel echt zelf het in elkaar moeten puzzelen. Dus als ik zo een foutje maak, ja, dat komt omdat ik nu echt aan het puzzelen ben. Hier zie ik dus één stuk naar rechts. Nou, zo zie je dus waarom ik dus alles heb neergelegd zoals ik dat heb gedaan. Ik moet dus een stukje hebben wat hier naar rechts wijst. En wat er ook omheen kan. Nou, dat ziet er dus van die twee. Is dit degene die ik dan dus moet hebben? Nee, toch niet. Want dan hou ik een stukje over. Nou, dan moet ik die dus hebben. Want die heeft ook nog een stukje aan beide kanten. Ja. Even kijken. Iedere keer draai je dus de bal om te zien van nou, wat lijkt nu wat makkelijker om op te lossen. Hier zie ik, daar moet een stukje in. Nou, dat kan natuurlijk deze zijn waar een stukje in kan. Kan die zijn waar een stukje in kan. Het kan deze zijn waar een stukje in kan. Dus dan is het gewoon proberen van nou ja, ik probeer iets en werkt het heel fijn. Werkt het niet, dan zal je opnieuw moeten. Iedere keer moet je dus goed de bal een beetje vasthouden, want anders verschuiven de puzzelstukjes dus steeds van plek. Dus je moet heel goed zorgen dat je vasthoudt daar waar je nog niks hebt liggen, zodat het niet te veel verschuift. Ik zie hier dat een heel lang stuk daarin moet. Nou, dat lijkt wel op deze. Dan moet ik hier dus weer een klein stukje in. Dat kan dus deze zijn, dat kan alleen die zijn. Zo, even kijken. Hier. Nee, dat kan dus niet. Kijk, dan heb ik dus nu al... Oh, nee, dan heb ik nu al een foutje gemaakt, zie ik. Die kan dus niet. Even kijken. Of die kan niet. Deze moet dan toch een ander zijn. Zo. Ja. Dan... Een smal stukje. Nee, kan niet. Nou, heel mooi. Nou, zo zie je dus het oplossen van de bal. Nou ja, je zag me net ook al raden en gissen terwijl ik het eerste begin zelf al heb onthouden. Het is een heuse uitdaging om de bal voor elkaar te krijgen. Ik heb hem gisteren heb ik het meegenomen toen wij met de familieleden bij elkaar kwamen. En ik heb gevraagd wie durft het aan. Nou, een neefje van mijn man, die durfde het wel aan. Nou, hoe oud zou die zijn geweest? Ik denk dat hij 25 was. En na anderhalf uur, nee, eerst na een uur gaf hij het op. En toen zei hij, ja, laat me zitten, het lukt toch niet meer. En toen wilden dus andere familieleden, die het dus ook al heel gauw opgaven. Dus ik vond het heel knap dat hij al een uur had volgehouden. En daarna wilde hij het opnieuw proberen. En na een half uur had hij dezelfde oplossing als ik had. Dus toen had hij het had hij dus op deze wijze ook opgelost. Dus het is een heuse uitdaging. Maar ik ga even terug naar kinderen, want op zich, zo'n bal is natuurlijk ook al heel leuk voor kinderen om mee te spelen. En toen dacht ik, misschien is het voor kinderen ook al wel gewoon leerzaam genoeg en al een uitdaging om het met behulp van de oplossing te doen. Ik heb hem zelf nog niet gebruikt, dus ik kan je niet vertellen of het dan heel lastig is of niet om het met de oplossing in elkaar te zetten. Maar hier zie je dus welke vier oplossingsstrategieën er zijn met de bovenkant bal en onderkant bal. En hier zie je dan per puzzelstukje zie je dan een getal staan, zodat je het daarmee kan oplossen. Dus ik dacht van nou, dat is al leerzaam genoeg voor kinderen om te oriënteren van nou, welk puzzelstukje moet ik hebben en waar moet ik die dan plaatsen. Om het daar dan mee op te gaan lossen. Je kan ook voor een kind doen dat je alvast naar de eerste helft in elkaar zet. En dat een kind dan het laatste deel dan nog moet puzzelen. Je zag aan mij dat dat ook al puzzelend genoeg is. Dus dat is ook al leuk en leerzaam genoeg voor kinderen. Dus
Nou, ik hoop dat je een beetje een ideetje hebt weten te geven van hoe deze puzzel in elkaar zit, maar ook hoe uitdagend deze puzzel is. Zowel voor volwassenen als, vooral voor kinderen dus, als het voor volwassenen al moeilijk genoeg is. Dan natuurlijk het opruimen. En dat is ook wel een puzzel, vind ik. Je ruimt de bal op door hem open te maken en daar de puzzelstukken in te doen. En zelf vind ik dat dus ook al een gepuzzel. Probeer dan zoveel mogelijk om eerst de grote stukken er dan in te doen. En de grote stukken dus ook eerlijk te verdelen tussen links en rechts. Het is dus magnetisch, dus je ziet het ook wel heel erg naar elkaar grijpen. Oké, en dan is het een kwestie van een beetje draaien. Kijk, ik heb hem al bijna. Nou, dit is dus het opruimen. Ik hoop dat ik jou een goed idee heb weten te geven van deze Magic 16 bal. Dat het heel leuk is, maar ook echt een flinke uitdaging is. En gelukkig heb je dan een vel met oplossing erbij voor als je het gewoon echt op wil geven. Wil jij meer ideetjes van leerzaam speelgoed? Abonneer dan mijn YouTube kanaal. Neem ook een kijkje op mijn website www.jufjannie.nl en kijk dan bij het knopje speelgoed.